Heeft ze stress? Ja? Nee? Ja? Nee? Ik zeg ja en nee. Oké, we zullen het zien. Dikke duim. She's just a girl and she's on fire. Harder than a fantasy, longer like a highway. She's living in a world and it's on fire. Feeling the catastrophe, but you know she can fly away. Ik denk dat de mensen van techniek ook helemaal de kluts kwijt zijn aan jouw auditie, want... Die stoelen vonden het zo goed, die wou gewoon nog eens draaien. Wie ben jij? Ik ben Pauline, ik ben 14 jaar en ik kom uit Lommel. Ben je in Lommel al een celebrity? Ja, ik treed wel soms eens op, maar... Ah, ja. Dat zie je wel. Je werd op je gemak op het podium, je werd je aan het amuseren. Dat was keileuk om naar te kijken. Uw stem is zalig. Ik denk wel dat je soms nog niet helemaal weet hoe je ze moet gebruiken. Maar dat is niks. Kies voor Team Laura. En ik zorg ervoor dat jij heel goed weet wat je met je stem moet doen. En dan ga je echt nog 10.000 keer beter zingen dan dat je nu hebt gedaan. Ja. Er is hier nog een on fire, denk ik. Ja. Voor wie zou ze kiezen? Ja. Ja. Zelf niet. Nee? Nee, ik denk dat ze er nog niet. Nee, je hebt het echt fantastisch gedaan. Daar is gewoon geen twijfel over. Jij hebt gewoon de stem voor de voice om heel ver te geraken. En ik heb de gouden tips voor jou om je daarbij te helpen. Zou ik echt helemaal te gek vinden. Maar aan jou de keuze. Jij moet doen wat jij wil. Team Laura heeft gelukspopjes. Even dat je het weet. Ja. Team Jossen heeft dat niet nodig. Zeg! Jij bent niet gedraaid. Ik zit hier in de unieke jij mag niks zeggen. Vandaar, ik zit hier in de unieke positie om hier een beetje... Hey, het is tijd voor jou om de keuze te maken. Ja, mijn vriendinnen zeiden allemaal dat ik Sean moest kiezen, want ja... Ja, dat is meisje, zei je. Ik ken dat wel. Wie zijn die vriendinnen? Waar zitten die? Ja, zitten hier best wel dicht. Wie wil er een knuffel? Zijn er nog vriendinnen? Wie is er nog? Zeg, ik heb een vriendin. Ja, die zitten er. Ja. Voilà, dat heb ik al gezien. Zoals iedereen zit te popelen om met Sean te knuffelen, zit ik te popelen om met jou te gaan werken. Kijk, ik ben dat poppetje, weet je wel? Oké, ik ging normaal eerst voor Laura, maar ik denk dat ik voor Josje ga. Super te gek. Welkom in mijn team. Heb je er zin in? Ja. Oh, ik ben zo blij dat je erbij bent. Ongelooflijk. Je hebt het fantastisch gedaan, hè?